is op weg met de Bijbel, een podcast van TWR. Welkom bij deze laatste overdenking in de serie over de betekenis van het herstel van Israël voor ons. Wat is de boodschap die uitgaat van het feit dat Israël weer een land is geworden in deze wereld? Terwijl de hele Bijbel natuurlijk gaat ook over de geschiedenis van Israël. Hoe moeten we dat duiden in het licht van de Bijbel? En mijn naam is Oscar Lohuis. Ik ben rondreizend. Uh, predikant, uh, prediker, uh, spreker, schrijver. En ik ben blij dat ik deze overdenkingen voor Groot Nieuws Radio mag verzorgen. In deze laatste aflevering wil ik met u nadenken over het Evangelie opnieuw. Ik heb al eerder beweerd dat uh, je een deel van de betekenis van het Evangelie mist. als je geen zicht hebt op wat de Bijbel zegt over Israël. Ik wil in deze aflevering dat toepassen op. Uh, wat betekent het eigenlijk dat wij gered worden? Wat betekent het dat wij behouden zijn door geloof in Jezus? Wat moeten we eigenlijk verstaan onder die behoudenis? En ik wil in dat kader met u enkele versen lezen uit 1 Petrus hoofdstuk 1. Daar wordt gesproken over een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen voor ons bewaard wordt. Ehm... Um, en dan wordt er gesproken over de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Dus een erfenis die voor ons wordt bewaard, zaligheid die geopenbaard zal worden in de laatste tijd. En dan wordt er ook gesproken over de openbaring van Jezus Christus. Dus wat is die erfenis? Wat is. Het eeuwige leven zou je ook kunnen zeggen. Wat is de redding, de behoudenis die wij mogen ontvangen door geloof in Jezus Christus? En als u het mij vraagt, is er door ons vervangingsdenken, waarmee ik bedoel het idee dat de kerk de plaats van Israël heeft ingenomen. Hè, het vervangingstheologie is het idee van Israël was het volk van God, maar sinds Jezus is de kerk het volk van God geworden. Dus de kerk heeft Israël vervangen, vandaar vervangingstheologie. En vanuit dat vervangingsdenken is er ook een bepaalde idee overheersend geworden. Over onze redding, waarvan ik er steeds meer achter kom dat dat eigenlijk niet helemaal klopt. En dat heeft met het volgende te maken: dat als we hier spreken over die erfenis die voor ons bewaard wordt, dat wij dan waarschijnlijk vooral denken aan de hemel. Het idee van behoudenis voor veel christenen is dit. Kom tot geloof in Jezus, dan ontvang je vergeving van zonde. Dan word je met God verzoend en ontvang je de Heilige Geest. En dan word je verzegeld tot de behoudenis. Dat wil zeggen, dan heb je de garantie dat je gered zult worden door de geest die in je woont. En dat betekent dat als je sterft, dat je dan in de hemel zult zijn. En dat je dan voor altijd bij de Heren in de hemel zal mogen zijn. Nou, ik geloof met heel mijn hart dat als wij sterven, dat we dan in heerlijkheid zullen worden opgenomen. Paulus zegt ook in de brief aan de Filippenzen: ik verlang om omheen te gaan en bij Christus te zijn. Dat is verreweg het beste. En het is voor een christen pure winst om te sterven, want dan ben je bij de Heer. En toch denk ik dat als we de Bijbel goed lezen, dat de Bijbel spreekt over als de Bijbel spreekt over de toekomst, dat het niet vooral gaat om ons leven in de hemel. Maar dat als de Bijbel spreekt over de toekomst, dat het gaat over de verschijning van Jezus Christus in deze wereld. Die erfenis wordt in de hemel bewaard voor u, staat er. De, voor, voor ons, hè. De onvergankelijke, onbevlekte, onverwelkelijke erfenis. Die in de hemelen bewaard wordt voor u, zegt Petrus. Maar die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Die erfenis zal geopenbaard worden in de laatste tijd. En dat. Hij heeft te maken met de verschijning, de openbaring van Jezus Christus in deze wereld. Nou, om het even samen te vatten, wat ik nu eigenlijk probeer duidelijk te maken is dat wij zijn niet op weg naar een leven voor altijd uit het lichaam. Wij verwachten als christenen niet vooral de dood en dat we dan gelukkig uit dit vreselijke lichaam zullen zijn en dat we dan gelukkig niet meer in deze vreselijke wereld zullen zijn en dat we dan gelukkig, het idee is dan uit de tijd zullen zijn en dat we dan in één keer in de eeuwige staat, in de eeuwige toestand zullen zijn waar we voor altijd zullen zijn. Dat is wel wat veel christenen denken, maar dat is niet wat de Bijbel zegt. Dat is niet wat de Bijbel leert. De Bijbel leert. Dat het evangelie niet gaat over het evangelie van je mag naar de hemel gaan als je sterft. Dat is niet de kern van het goede nieuws. Maar het evangelie is het evangelie van het koninkrijk. Dit evangelie van het koninkrijk zal gepredikt worden als een getuigenis aan alle volkeren. En dan zal het einde komen. Ik geloof ook dat het hele idee van dat wij dan uit de tijd zullen zijn. dat dat veel meer Grieks denken is dan Bijbels denken. Wij zijn niet uit de tijd als wij sterven. Nee, wij zijn dan bij de Heer. wachtende. Op het moment waarop zaligheid geopenbaard zal worden in de laatste tijd. Dat staat hier heel duidelijk. Die zaligheid zal geopenbaard worden in de schepping, in deze wereld, in de laatste tijd. En dat zal gebeuren bij de verschijning van de Heer Jezus Christus. Ik moest ook denken aan Romeinen 8, een heel bekend vers. Daar wordt gesproken over. Uh, de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. U kent het wel, een van de bekendste versen uit de Bijbel. Het lijden van de tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Ik heb vroeger altijd gedacht: van, ik denk onbewust, maar zo van het lijden van deze tegenwoordige tijd, dat is het lijden hier op aarde. Wij hebben nu nog lijden omdat wij nog op aarde zijn. En de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden of over ons geopenbaard zal worden, dat is de heerlijkheid van de hemel, als we straks gelukkig zullen zijn gestorven en dan in de hemel zullen zijn. Maar als je verder leest in Romein hoofdstuk 8 vanaf vers 18, dan spreekt Paulus in de versen daarna niet over de hemel, helemaal niet over de hemel. Hij spreekt over de schepping. De schepping verwacht het openbaar worden van de kinderen van God. De schepping is nu nog aan de zinloosheid onderworpen. De schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij, van het verderf, van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid. De schepping zucht en is in barensnood. En niet alleen de schepping, maar ook wij zelf, wij zuchten. En wij zijn ook in de verwachting van de aanneming tot kinderen. En dan spreekt Paulus over de verlossing van ons lichaam. Nou, let goed op. Ten eerste, hij spreekt elke keer over de schepping. Er zal heerlijkheid geopenbaard worden. In en over de schepping. De schepping zal bevrijd worden van de dienstbaarheid aan het verderf. De slavernij aan het verderf. Het verderf zal uit de schepping weggaan door de opstanding van Jezus Christus. En wij verwachten niet de verlossing uit ons lichaam. Maar Paulus zegt het heel duidelijk: wij verwachten de verlossing van ons lichaam. We zijn op weg naar de opstanding uit de dood. Wat ik voor de korte pauze heb gezegd, dat heeft ermee te maken dat wat is onze toekomstverwachting als christenen? Waar zien we naar uit? En ik heb gezegd, wij zien niet vooral uit naar de dood. Wij zijn niet gemaakt om te sterven en uit het lichaam te zijn. Maar we zijn gemaakt om te leven naar geest, ziel en lichaam. De opstanding van Jezus Christus uit de dood, dat betekent dat wij straks zullen opstaan uit de dood. En dat zal gebeuren bij. De wederkomst van Jezus Christus. Daarom, tekst met tekst vergelijkend, denk ik dat we het zo moeten zien. Inderdaad, als wij sterven, dan zal onze geest gaan tot God. Ik heb vaak bij begrafenissen gezegd. de geest is gegaan tot God. En dan zeg ik erachteraan. wachtend op de dag. waarop geest, ziel en lichaam. met elkaar herenigd zullen worden. bij de wederkomst van Jezus. Met andere woorden. het zijn bij de Heeren in de hemel als wij sterven, is een tussenperiode. Dat is een periode waarin we dan op die manier bij de Heer zullen zijn. En dat is het paradijs. Jezus zei tegen de man naast hem aan het kruis, u zult met mij heden, zult u met mij in het paradijs zijn. Ook dat is heerlijkheid, ook dat is glorie. Dan zullen we Hem zien zoals Hij is. Maar de Bijbel zegt dat ook dan wij wachten op de dag waarop Jezus Christus terug zal komen. En dan zullen geest, ziel en lichaam met elkaar herenigd worden. Bij de wederkomst van Jezus Christus. Ik luisterde naar de afscheidsdienst van een hele bekende prediker. Zijn naam is Tim Keller. Ik heb hem heel erg hoog. Hij is in mei 2023 overleden. Er was in juli of augustus, geloof ik, een afscheidsdienst vanwege zijn overlijden. Nou, Tim Keller is een geweldig instrument geweest in Gods hand. En zijn boeken en preken zullen nog heel lang geluisterd en gelezen worden door miljoenen mensen over de hele wereld. En ik word daar zelf ook geweldig door gezegend. Hij heeft het Evangelie van Gods vrije genade voor de moderne mensen zo toegankelijk en duidelijk gemaakt. En ook mijn kinderen zijn gezegend door de boeken en de preken van Tim Keller. En ik heb ook met heel veel dankbaar, mijn, dankbaarheid in mijn hart naar zijn afscheidsdienst gekeken, die in New York plaatsvond. Maar er was één ding wat mij opviel, en dat is dat iemand zei bij die afscheidsdienst, hij heeft nu al zijn opstandingslichaam. En toen dacht ik, volgens mij klopt dat niet. Volgens mij is dat toch het idee van, ja, we zijn nu in deze wereld, maar dan zijn we daarna in een heel andere wereld. En daar vindt alles plaats, daar speelt alles zich af. En dat deze hele schepping helemaal weg zal gaan en dat er niks meer van deze schepping zal overblijven. De Bijbel zegt dat wij ons opstandingslichaam krijgen, niet als we sterven. Maar de Bijbel zegt dat wij ons opstandingslichaam krijgen bij de wederkomst van Jezus in deze wereld. Hij nu de God des vredes, heilig ugeel en al. Op dat geheel uw geest, ziel en lichaam. wanneer? Bij de komst van onze Heer Jezus Christus. mogen blijken in alle delen onberispelijk bewaard te zijn. Hij die u roept is getrouw. Hij zal het ook doen. Wij zien uit niet naar de dood en wat daarop volgt. maar wij zien uit naar de verschijning. van onze grote God en zaligmaker. Jezus Christus in deze wereld. Ik heb de indruk, ik heb de indruk, ik, ik vind eigenlijk dat er veel te weinig wordt gesproken over de wederkomst. En er wordt al helemaal veel te weinig gepreekt... en gesproken en nagedacht over de opstanding die gaat komen. Terwijl de apostelen toch, als je handelingen 4 vers 2 leest... dan hebben de apostelen, daar, daar staat dat zij predikten in Jezus... de opstanding der doden. Met andere woorden, het goede nieuws voor Petrus en Paulus... en alle andere apostelen. Het goede nieuws had alles te maken met... De komende opstanding uit de dood. Dat is het goede nieuws. En dat heeft alles te maken met de wederkomst van Jezus Christus. Het is eigenlijk platonisch denken. Het is Grieks denken. Het is een te grote nadruk op het geestelijke ten koste van het lichamelijke, een te grote nadruk op het hemelse ten koste van het aardse. Het hele idee dat het geestelijke goed is en dat het natuurlijke dat dat slecht is. Die tweedeling, dat dualisme. Die tweedeling tussen het Griekse euh, tussen, het, tussen het hemelse en het aardse, waarbij het hemelse dan verheerlijkt wordt ten koste van het aardse, is gewoon de kern van het Griekse denken. Dat is Platonisch. Weet je nog, een Platonische relatie is een geestelijke relatie, niet een lichamelijke relatie. Dus Platonisch is: het geestelijke is goed, het lichamelijke is kwaad. Dat is niet Bijbels denken. De Bijbel spreekt veel meer over eenheid. En eigenlijk de spijker op de kop. Wat betreft de inhoud van het evangelie en ook wat betreft onze eigen persoonlijke redding, is dat door Jezus uiteindelijk hemel en aarde met elkaar verzoend zullen worden als nooit tevoren. Daar ruist langs de wolken een lieflijke naam die hemel en aarde verenigt is aan. De Bijbel zegt heel veel over Gods toekomst voor deze wereld. Gods. Plan met deze wereld. Uh, onze hulp is in de naam van de Heer... die hemel en aardig gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid. Niet laat vader de werken zijn haar handen. Wat zijn de werken zijn haar handen? Dat is deze schepping. Hij heeft zijn zoon gezonden naar deze wereld. God is in het vlees gekomen. God is onderdeel geworden van deze schepping. Om de schepping te bevrijden. Jezus heeft een lichaam gekregen. Een menselijk lichaam heeft Jezus gekregen om onze lichamen ook te redden van de dood. De behoudenis die ons deel is in Christus Jezus is veel meer dan de behoudenis van onze ziel. De behoudenis die Jezus ons geeft is de behoudenis van geest, ziel en lichaam. Volkomen behoudenis door het offer en de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Met andere woorden, wij zijn op weg naar gezondheid, lichamelijke gezondheid. Die we nog nooit eerder hebben gekend. Dan zullen wij een onsterfelijk lichaam hebben. Een onvergankelijk lichaam. Een volkomen gezond lichaam. We zullen geen enkele pijn meer kennen. Geen enkele ziekte zal ons meer kunnen raken. Wij zullen ook emotioneel niks meer lijden als we dat lichaam zullen krijgen. Dat, lieve mensen, is de betekenis van Jezus' lichamelijke opstanding uit de dood. Dat is de inhoud van het goede nieuws van Jezus, de redder van deze wereld. En daarom ook is de. Het herstel van Israël zo van betekenis. Want dat is allemaal voorbereiding op de lichamelijke wederkomst van Jezus Christus in deze wereld. Dus zicht op de profetieën geeft ons zicht op de inhoud van het Evangelie. Ik hoop dat ik u heb mogen bemoedigen. Het Evangelie is het Evangelie van het Koninkrijk. En wij bidden om de spoedige komst van het Koninkrijk van God. Dat is het goede nieuws waar we naar uit mogen zien. Halleluja. Amen.